Ja, Dick Hellinga, u bent de nieuwe voorzitter van SV Urk. Gefeliciteerd. Was het lastig om de leden te overtuigen dat u de voorzitter bent voor deze club? Nou, ik heb wel wat gesprekken gevoerd met het bestuur en met andere mensen. En ze hebben er wel een tijdje over gedaan om een voorzitter te vinden, om zo maar eens te zeggen. En ik heb dat in eerdere instantie heb ik dat een beetje afgehouden. En dat hield verband met mijn gezondheid, maar dat gaat nu weer heel goed. Behalve nu ben ik een beetje grieperig, maar de andere gezondheid gaat goed. Ik ben namelijk nierpatiënt. Ik heb ook een donornier gehad en 3 jaar geleden. En ja, het is natuurlijk altijd afwachten hoe zich dat gaat ontwikkelen. En dat gaat tot nu toe, gaat dat heel goed. En vandaar dat u dacht, ik ga het gat opvullen wat Gerrit Meun achterlaat. Nou, dat klinkt altijd enthousiast, maar laat ik het zo zeggen. Ik vind dat je op een gegeven moment ook je verantwoordelijkheid moet nemen. Kijk, ik was tot nu toe altijd aan de zijlijn betrokken. En nu kom ik wat meer aan de binnenkant. Hè? Binnen, niet op het veld zozeer, maar wel in de bestuurskamer natuurlijk. En ja, dat is nieuw voor mij. Dus daar heb ik nog wat tijd voor nodig om me daarin in te werken. Want als Dick Hellinga, wat doet u in het dagelijks leven? Nou, ik ben met pensioen. Maar ik ben bijna 40 jaar predikant geweest. En dat is in verschillende plaatsen. En in die verschillende plaatsen waar wij gewoond hebben, daar heb ik ook altijd, ben ik ook altijd bij de voetbal betrokken geweest. En nu wordt u dus voorzitter van Urk. Hoe staat de club ervoor? Nou, de club die staat er financieel heel goed voor. En wij hopen dat het ook qua sportieve prestaties natuurlijk ook weer goed gaat. Daar is afgelopen zaterdag een begin mee gemaakt. 5-1 gewonnen van CSV Apeldoorn. En nou ja, we hopen dat dat doorgaat. En we streven daarna om een stabiele middenmotor te worden. En daar is het meeste ook op gebaseerd. En wat zijn verder de ambities van de club, bijvoorbeeld qua complex of andere zaken rondom het voetballen? Ja, nou, wij blijven dus aandacht houden voor het complex. Als daar dus dingen vervangen moeten worden, dan zal dat gedaan worden, mits de financiën het toelaten. Want dat is natuurlijk ook een heel belangrijk punt. Want deze ruimte die... Ja, die is nodig aan wat verbetering toe. En daar liggen vage plannen om dat naar de toekomst toe uit te werken. En we hopen dat we dat kunnen realiseren. U zegt vage plannen, maar kunt u daar al iets over zeggen, iets meer? Nou ja, dit gebouw dat staat er al een heel aantal jaren. En het voldoet, je kunt er wel samenkomen, maar je wilt ook wat meer... service bieden, om zo maar te zeggen. En ja, dan zijn er ook weer andere dingen nodig. En daar hebben we oog voor en we hopen dat ook in de nabije toekomst te kunnen realiseren. Maar moet ik dan denken aan een nieuwe kantine? Of? Zou kunnen. Maar dat hangt zeer van het financiële plaatje af, dat snapt u wel. Ik bedoel, wij kunnen niet boven de begroting gaan zitten, want dan snij je in je eigen vingers en dat moet je niet doen. Nee. U zei al net van u bent predikant geweest 40 jaar lang. Dus zo een voetbalclub leiden, dat is dan geen probleem? Nee hoor, nee. Maar dat hangt er ook vanaf hoe je predikant bent. Hè? En ik heb altijd midden in de samenleving gestaan. Heb ik ook altijd belangrijk gevonden. En ja, als je uitgaat van die situatie, dan kom je natuurlijk op een voetbalveld ook heel veel schaapjes tegen, om zo maar eens te zeggen. Waar je dan... een gesprekje mee kunt voeren die je misschien anders niet treft. En dat is, vind ik persoonlijk altijd wel weer heel belangrijk. Ja, dat bedoelde ik. Er zitten veel overeenkomsten eigenlijk tussen beide disciplines. Ja, zeker. Ja, dat is... kijk, je weet misschien dat Urk een club is met een bepaalde identiteit. En dat we staan voor normen en waarden, zowel binnen het veld als buiten het veld. En ja, daar zullen wij dus ook als bestuur de nodige aandacht aan schenken. Hè? Ja, dan zit ik eigenlijk weer midden in het werk wat ik dan ook wel gedaan heb, zal ik maar zeggen. Als we op het sportieve inzoomen, de club presteert nu alweer een aantal jaren op rij in de hoofdklasse. Ja. Dat ze daar zitten en dit seizoen klimmen ze langzaam weer op. Ja. Is er al wat meer bekend over de toekomst van de trainer, Richard Karrebelt? Nou, officieel nog niet, maar ik denk wel dat we kunnen zeggen dat Richard Karrebelt nog een jaar blijft.
Dus die gaat niet weg. Voldoet aan alle kanten heel goed. De spelers en ook met het bestuur. En nou ja, wat wil je dan? Ik bedoel, als dat goed klikt van alle kanten, dan hoef je niet direct iemand anders aan te trekken. Maar de witte rook is er al? Nou, officieel nog niet, maar ik denk dat je daar wel vanuit kunt gaan. Ja, we zijn nog niet naar buiten getreden, maar afgelopen zaterdag werd het ook al een beetje gesuggereerd in het gesprek dat er was. En nou ja, ik denk dat je zo eerlijk wel moet zijn dat je zegt van nou, deze trainer die zal nog wel een jaar verlengen.